moet zo weg. Kun jij? Gerda? Hé, hey, dat is gek. Gerda! Naar mij, naar mij, naar mij. Zeg, dames, hebben jullie Gerda gezien? Die zit daar in de bosjes. In de bosjes? Ja, ja. Met Theo. Met Theo? Ja. Nee, zeg, dat... Nou, dat kan dat, maar dat zal toch... Nee. Staat hij aan, Gerda? Ja, en action. Ja. Jongens en meisjes, je verwacht het misschien niet, maar hier, aan de rand van ons sportpark, in de wildernis, vind je de meest bijzondere en gevaarlijkste diersoorten. Wat? Hier? Oh, wat eng. Ik ben in mijn leven op heel veel plekken geweest op aarde, maar niet één is zo onherbergzaam als deze. Stil, Gerda. Daar zit er een. Waar? Ik ga hem pakken. Jongen, wees je voorzichtig. Ja. Hapa! Ja. Kijk eens wat een gevecht. Ja, hij mag niet ontsnappen. Oh, hou hem in bedwang. Hij is nog een beetje wild. Schijf er echt op zitten. Want is dit hem? De gevaarlijke, zwarte, Scrapa dicalcio. Ah, ja. Maar velen van jullie zullen hem waarschijnlijk herkennen als de Kiks. Ho, daar gaat hij weer. Ik heb hem weer. De Kiks heeft een harde, bijna leerachtige huid. Oh, prachtig. Kijk hem eens. Deze voelsprieten zijn zo gevoelig dat hij een mier op een kilometer afstand een scheet kan horen laten. Zo? En kijk dan deze enorme tanden. Jos! Wat zijn jullie vredesnaam aan het doen hier in die bosjes? We nemen een natuurprogramma op. Het barst hier van de gevaarlijke dieren. Ja, onze Theo hier, die wil graag de nieuwe Freek Vonk worden. Maar jij weet toch helemaal niks van de natuur? Oh, weet ik niks van de natuur? Nee. Weet ik helemaal niks van de natuur? Nee. Dus jij denkt dat ik helemaal niks van de natuur weet? Precies. Nou, dat klopt ook wel. Daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Nee. Maar dat maakt niet uit, want het gaat allemaal om de show. Ik doe gewoon of alles heel bijzonder en gevaarlijk is. En daar praat ik dan heel opgewonden over. Dat doet Freek Vonk ook, hè? Ja, maar die is bioloog, hè? Die weet alles van de natuur. Dat wist ik helemaal niet. Ja, nou, ik wil maar even zeggen dat ik er vandoor ga. Want ik moet filmen voor Zapsport. Oh, leuk. Succes, Ronnie. Later, Ronnie. Oh, Gerda, kijk, daar. Wat is het? Holy moly, motorolie. Dit, jongens en meisjes, is het ei van de Wimbledonvogel. Wauw. Wat een prachtig exemplaar. Even snel luisteren of we iets kunnen horen van deze kleine. Ja. Ik hoor het hartje. Wat mooi. Wat is de natuur toch ongelooflijk prachtig. Ja, echt prachtig, ja. Kom, laten we snel gaan. Voordat de moeder terugkomt. Dag, lief eitje. Dit is wel smerig, dit. Nou, zeg Theo, ik ben er even klaar mee, hoor. Ik moet naar de kantine. Er moeten vast kinderen nog wat eten. Ja, maar je moet doorfilmen, want we hebben nog niet genoeg. Nou, weet je wat? Film jezelf maar. Dat doet Freek soms ook wel eens. De mazzel. Oké. De mieren loopt in Malise. Oh, kijk daar. Een slang. Nou, dat ging eigenlijk best goed, toch? Mwah. Ook niet slecht. Dit kan ook wel veel beter. Sky. Ja. Waarom zijn we hier? Ik ga les bij het poelen. En van wie wil je dan les? Wil ik graag van Alex Lely. Alex Lely. En wie kan dat regelen? Jij toch? Dat kan ik. Maar ik wil ook iets van jou leren. Wat dan? Ik hoorde dat jij DJ bent. Dat klopt. Dat is mijn andere hobby. En nou wil ik toevallig ook DJ worden. Jij? DJ? Jazeker. Dan koop ik een privévliegtuig. En dan ga ik naar Ibiza. En dan ga ik alle avonden DJ'en. Iedereen houdt van me. En dan ben ik heel populair. En dan wil elke club wil me hebben. Dus als jij mij nou leert DJ'en, dan zorg ik dat Alex jou lesgeeft. Dat is een goed idee. Nou, dit is dus het setje wat ik neergezet heb. Is mooi, hè? Ja. Ja, laat maar zien wat je kan. Hij doet het niet. Wat doe ik nou fout? Zit de stekker er wel in? Niks doet het. Nee, kijk Ron. Dit is de pauze en de afspeelknop. Ja. Dit is het geluid. En hoe doe ik hem aan?
Oh. Dat knopje. En als ik dan wil stretchen? Stretchen, dan moet je eroverheen glijden. Zo, ja. Hier is een crossfader. Dan kan je bijvoorbeeld van dit liedje naar dit liedje. Als je zo doet. Ah. Tempo, hier gaat hij heel langzaam. En hier gaat hij veel sneller. Deze kan je gewoon in praten? Ja, die kan je gewoon in praten. Ja, nou, moet ik eventjes natuurlijk even inkomen. Ga ik even leren. Laat ik hier straks nog eventjes meewerken. Kom, we gaan naar Alex. Ja. Ja. Hey, Alex. Hi, hallo. Ik ben Ron. Ofwel DJ Ronnie Forreshart. Hij okay. Probeert mij te DJ leren. Ik ben Alex. Sky. Sky. Aangenaam. Wat wil je precies leren? Nou, ik wil graag tricks wat leren. Ik wil beter kunnen breken, wat harder. Ja. En een betere trekstoot. Ja. Zo, nou. Een heel pakket. Een heel pakket. Ja. Waar wil je mee beginnen? De afstoot. De afstoot is de openingstoot van een potje. Hoe harder je afstoot, des te meer de ballen gaan bewegen, des te groter de kans dat daar iets okay. Weggaat. Wauw. En wat is daar dan mis mee? Nee, hier was helemaal niks mis mee. Dit gebeurt misschien 3 van de 10 keer lukt het om hem echt zo goed te raken. En het is moeilijk om constant zo goed te blijven raken. Gaan jullie even lekker verder? Ga ik even nog even die kant op? Dan, In de voorbeweging mag je keu dansen. Maar de laatste beweging rustig naar achter. Ga even 1,5 centimeter dichter naar de bal. Ja. Ja, voel wel heel beter, ja. Ja, aanzetten. Oh, daar is hij. Nee. De DJ. Ja. Hoe gaat het? Goed. Hoe gaat het bij jou, Ron? Oh, ja, nou, dat gaat echt heel goed. Wat is het volgende? Trekstoot. De trekstoot, ja. Het heet een trekstoot, omdat als je schiet, dat hij dan teruggaat. Yes. En nou wil jij leren dus dat hij op de perfecte plaats gaat liggen. Ja. Het luistert heel nauw waar je moet komen voor positie op zwart. Dus nu moet de snelheid van zijn trekstoot heel goed gecontroleerd worden. Even zien wat er gebeurt. Ja, te zacht. Ja, niet zo te zacht. Dat dus, nou, dan hebben we iets om aan te werken. Ja. Dat effect op wit krijg je door hem onder het hart aan te spelen. Te hard. Te hard. Daar waar je wit raakte was goed, die tweede. Maar je moet je stoot iets minder groot maken. Ja. Dat is het. Ja, ik ben heel even aan de knoppen draaien. Nog een keer, Sky. Tot weinig. Ik ben naar Mexico gekomen. Het land van liefde en als in de schaduw van de bomen dat net al. Dat is hem. Hoe gaat het? Ja, super. We horen goede geluiden. Ja, echt heel mooi. Heel veel finesse. Ja, oh, ja, hier, gaat het hier goed? Ja. Oh, lekker. Zijn we al toe aan de derde? Ja. Een trekshot. Sky en Ron. Ja. Hij moet over de driehoek heen en over de randjes van de ballen. Forrest Hart. DJ Forrest. Oh, DJ Forrest Hart. 3, 2, 1. Dat is leuk. Ja, het is goed. Ja. Oefen dit even. Ga ik zo even voor de optreden straks die gaan verzorgen even aan oefenen. Is goed. Oké, dan gaan we oefenen. Je keu aan die kant tegen de kaakkant. Ik denk dat dit een mooi is. Zo, dit ziet er goed uit. En dan niet te voorzichtig stoten. Ja.
Ik ben zo terug. Yes, all right, Sky. Goed, goede hoek, maken. En is het gelukt? Ja, rood links en bruin gaat rechts. Ja? 2-1. Kom on, baby. Dat is de mooiste. Goed. Wow. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Alex, dit is een talent, hè? Toptalent. Toptalent, Sky, ja. En over toptalent gesproken. En mag ik jullie uitnodigen naar die achter? Ik ben namelijk ook heel erg vooruit gegaan, vind ik. Ja? Ja? Kom even mee. Ik zie ook woorden. Zijn jullie er klaar voor? Voor? Ja! Ga je mee poelen? Wat? Ga je mee poelen? Ja, ik ben je niet. Opa, 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 opa. Ja, ja, ja. Ja. Oh, daar is het. Nee. We zijn nog niet klaar. Opa, opa, opa. Oh. Oh, Theo. Theo, wat is er? Help. Theo? Help me! Theo, jongen, gaat het wel? Help, Ron, ik word gewurgd! Gewurgd? Ja, door Gerda zeker. Wat heb je nou weer gedaan? Nee, niet door Gerda. Door een vleesetende wurgslang. Een wat? Door een grote rode blusanaconda. Oh, wat een vreemd verhaal. Zeg, maar waarom bel je mij eigenlijk? Nou, ik vroeg me af of jij misschien 112 voor mij kan bellen. Ja, dat wil ik wel doen. Oh, dat is fijn. Dankjewel, Ron. Maar waarom bel je zelf 112 niet? Ja, dat zal ik wel willen. Maar ik ben het nummer vergeten. Het nummer van 112? Ja. Zeg, Theo, bekijk het even. Als jij de nieuwe Freek Vonk wil zijn, dan moet je het zelf oplossen. Oh, je gaat me niet helpen dus. Wat een gedoe toch elke keer met die man, hè? Nou, even kijken. Oh, opgehangen. Oh, help. Ja, we moeten echt naar de andere kant. Ja, jongen. Ja, ik ga. Maar we moeten toch wel meer die bal naar de andere kant schieten. Zodat Nou, zo zie je maar weer. Niet zo verlatelijk als de natuur. Dus. Wees altijd op de hoede. Helemaal in de buurt van slangen. Dit was Theo. Later. Ja hoor, daar gaat hij. Nee. Oké. Oh, nee. Nienke, wat ben je aan het doen? Wil je bij het circus? Huh? Oh, hey, Ron. Nou ja, dat zou leuk zijn, hè? Nee, ik ben eigenlijk al blij als een salto lukt. Oh, maar zo moeilijk is dat toch niet? Nou, meneer Blossard, als jij het zo goed weet, kom het me dan even leren. Nou, dat zou wel kunnen, maar ik ben druk met mijn schoen op alfabet zetten. Je schoenen op alfabet zetten? Ja, maar ik kan wel even iemand sturen. Oh, nou, heel graag, dat zou top zijn. Ah, kijk even naast je. Naast je, ja. Hoi, wow. Tim. Nou, dat was snel. Hey. Hoi, ik ben Nienke. Ik ben Tim. Nou, wat goed. Tim is helemaal gek van trampolinespringen en kan salto's als de beste. Ja, dat klopt. Maar hoe lang doe je het al dan? Vanaf ik kan lopen. Oh, en hoe vaak doe je het dan? 2 uur per dag. Echt elke dag? Ja. En heb je dan ook een trampoline thuis? Ja. En wat doe je daar dan allemaal? Backflip, salto, schroef, parani, overslag. Nou, laat me even zien anders. Is goed. Ja, ben ik ook wel benieuwd naar. Ik weet niet of ik dit kan, hoor. Ik vind het een beetje spannend. Wow, Tim! Jeetje, dat ziet er echt heel goed uit. Kan het je leren? Ja? Tim, ben je wel een beetje een strenge leraar? Ja. Nou, dan gaat het wel lukken, toch, Nienke? Ja, zeker. Hé, bedankt, Ron. En we gaan ervoor. Ja, is goed. Succes, hè. Hé, maar Tim. Ja?
wij hebben deze ruimte ook helemaal voor onszelf, ja, hè? En ik moet toch nog een beetje opwarmen, dus zullen we eens even kijken wat we allemaal kunnen doen hier? Ja. Bijvoorbeeld dit? Ja. Durf je dit? Ja, durf jij het? Ja, denk ik. Klaar voor? Oeh. Oh, oké. Okay. Je gaat er wel hard voor, hè? Kom dan. Gaat goed. Ben je nu opgewarmd? Ik denk het wel. Ja, hoop ik. Oké. We beginnen dan met de koprol. Oké. Het belangrijkste van de koprol is, je houdt ze bij je nek. En dan ga je met je naar je hurken en dan ga je met je lichaam naar voren rollen. En nu naar voren? Ja, met je lichaam. Oh, wacht. Ja. Zo? Nee, lager. Zo. Hier. Niet zo, maar zo. Zo? Ja, en dan ga je naar je hurken en ga je naar voren. En weer rollen. Zo? Nee, kijk, jij doet eenmaal hier, maar je moet hem een beetje naar beneden. Ja. Zo? Nu moet je die nog 5 keer doen. Ja. 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 Ja, goed. Nu gaan we één stapje verder. Dan heb je nu achteren op een kruis. Nu gaan we erbij een beetje springen. Dus dan beland je een beetje op je rug. Dus. Maar dit is echt al een halve salto. Ja. En dan dus zo. Ja. Ja, goed. Nog één keer. Ja. Zo, anders. Het was water drinken. Is goed. Hoe heb je dat dan geleerd? Heb je dan les gehad? Nee, ik heb nooit les gehad. Ik kom vaak bij een springpark, net zoals dit eigenlijk. En ja, daar doe ik de trucs. Maar hoe leer je dat dan? Dat bedenk je dan zelf? Nee, van filmpjes. Ah. En is er nog iets wat je nog speciaal zou willen doen op die trampoline? Ja, slapen. Slapen? Ja. Hoezo? Dat lijkt mij leuk. En dan kan ik in de nacht stiekem nog een flip op de trampoline doen. Oh, stiekem? Mm-hmm. Oh, en wat vinden je ouders ervan? Als het goed weer is, mag het heel misschien. Oeh, gaan we er weer voor? Ja. Oké. Okay. Je moet hetzelfde alles doen. Dus jezelf? Dus klein maken. Ja. Knieën bij elkaar, lichaam laten vallen en doorzwaaien. Dus zo. Ja, goed spannend. Oké. Okay. Ja, goed zo. Als je salto inzet. Ja. Dus. Dan moet je dat je op je voeten landt, want jij zwaait helemaal door, zo. Oh ja, ja. Ja, helemaal goed. Durf je, denk je, al op de groene trampo? Zullen we doen? Ja, oké. Okay. Hey, Nienke. Hè? Ja? Ja. Hoe gaat het nu? Verrassend wel oké. Okay. En hoe doet Nienke het, Tim? Goed. Mooi. En hoe komt dat? Omdat ze goed naar me luistert en alles goed doet. Wat is er nou eigenlijk zo eng aan een salto, hè, Nienke? Het enge is denk ik dat je in de lucht zit en dat je niet weet waar je heen komt. En je moet ook nog soort van op z'n kop. Ah, nou. Wat is je allerlaatste tip, Tim? Gewoon doen. Ja, gewoon doen. Gewoon doen. Alleen dan nog op je voeten landen. Maar het is hem bijna, hè? Ja. Oké, nou gaan we weer. Ja. Ik had hem! Ja, ik had hem! Yes! Ben je trots? Ja. Ik had hem even niet zien aankomen. En nu de backflip. Nou, ja, nee. Dankjewel. Wacht even. Kijk, ik heb geregeld dat wij hier vannacht mogen slapen op een trampoline. Yes! Jij kiest deze, denk ik? Ja, is goed. Oké, ik ga ook even kijken. Oké, Tim. Slaap lekker, hè? Wel trusten. Nou, Nienke. Benieuwd of jij nog een oog dicht doet vannacht.